We hadden natuurlijk ook wel eens pech, hè. Wat te denken van Jan Heijnsen en Jerry de Jong. Die raakten na een interview met mij geen knikje meer bij PSV. Adem Mos, die de anti-Ajax-hond introduceerde. Een week later was Aad ontslagen. Sorry Aad. En als klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk ook nog Jan-Willem van Ede, die 312 wedstrijden onafgebroken keept in het eerste van FC Utrecht. Op de dag van het portret van hem in onze uitzending TV Sport raakte hij zwaar geblesseerd. Jan-Willem, Jan Heijnsen, Jerry de Jong, Aad, sorry jongens. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Have a little faith in me. Van Wouters. Van Danny Blind. Van Ronaldo. Van Kluivert. Is dit een klein beetje de terugkeer van de Vrekers? Ja, dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen, ja. Wie is dan John Stiert en wie is Emma Piel? Ik ben Jan Piel. Nou, en Emma, jij? Zeker. Emma. Ik ben John. Ik zie in jou wel Emma. Nee, dat niet. Nou, Jan Piel. Jan Piel. Emma. Lachen nu uitbundig, maar ik wil toch nog even laten zien hoe jullie er eind vorig seizoen bij zaten. Nou, ik heb het weer begrepen. Voor ons is geen plaats meer hier. Nou, kom op, wegwezen. Hey, kijk eens, Romario is een tas vergeten. Hey, heb jij dat Romario een pruik droeg? En Braziliaantjes rookte? Nee. Kom, nou, neem alles mee. Ja, tuurlijk. Emma, daar komt Ede de Mos. Stop! Oh ja. Hey, Sean, I think we have to go back. Ja, jongens, kom. Kom. Sorry, Hans. De trein laat ons niet gaan. Dat is goed. Dan neem ik nog even een trekje aan mijn Braziliaan.